politiek de rug toekeren. Meneer Bos, welkom. Goedenavond. Wat is er nou veranderd? Het vak of zijn de politici veranderd? Ik denk de politici. Ik denk dat de huidige generatie politici iets meer bezorgd is over de balans in het eigen leven tussen werk, carrière, politiek enerzijds en ja, de andere verantwoordelijkheden die je hebt als vader of echtgenoot anderzijds. Ik zag vandaag een prachtig interview met Jan Pronk. Die vertelde dat hij met zijn hele generatie politici destijds precies de andere keuze had gemaakt dan de keuze die ik vandaag gemaakt heb. En dat zijn kinderen hem dat tot de dag van vandaag nog verwijten. Dus misschien dat het inderdaad ook een generatieverschil is. En hoe is het vak veranderd? Ik weet niet of het vak echt veranderd is. Het was volgens mij altijd al heel druk. In mijn eigen geval heeft alleen meegespeeld dat ik drie banen tegelijk had. Niet slechts één, maar drie. Minister van Financiën, politiek leider van de Partij van de Arbeid en vicepremier. En met een partij die natuurlijk best moeilijke tijden doormaakt. Met een hele heftige financiële crisis. En een vicepremierschap dat in deze coalitie ook niet eenvoudig was. Was dat wel heel zwaar. Oké, goed. Nou, voordat we verder praten, kijken we eerst even hoe de dag in Den Haag verliep. Weet u wat zijn boodschap zal zijn? Wacht u nou straks tot Wouter Bos zelf zijn boodschap zal vertellen. Dat lijkt me het beste. Gaat meneer Bos meneer Eurlings volgen? U moet zo meteen luisteren naar de persconferentie. Met name de laatste drie jaren waren uniek en uitdagend. En ik heb het als heel bijzonder ervaren ons land juist toen te mogen dienen en mijn bijdrage te mogen leveren om ons land door de heftigste economische crisis van de laatste 80 jaar te mogen loodsen. Maar ik heb ook andere verantwoordelijkheden, met name als vader in een gezin met drie heel jonge kinderen. De afgelopen jaren heb ik hier heel veel op moeten inleveren en de komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. En dat verhoudt zich slecht tot wat er van mij gevraagd zou worden als ik mij wederom zou kandideren als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Daarom heb ik vandaag het partijbestuur, de Kamerfractie en al mijn Partij van de Arbeid oud-collega's in het kabinet bedankt voor de samenwerking en hen laten weten dat ik mij niet kandidaat zal stellen voor de Tweede Kamer, niet als lijsttrekker, nog als gewoon Kamerlid. Dank u wel. Wel eens iets van die twijfel gemerkt, maar dit was voor mij ook een verrassing. Ik vind het heel erg jammer. Nou, ik zal hem ontzettend missen. Ik heb heel nauw met hem samengewerkt. Ik vind het ongelooflijk knap dat hij dit doet, want ik weet dat hij heel goed zou zijn geweest voor de verkiezingen. Wouter en ik zijn op dezelfde dag in de Kamer gekomen in 1998. En we hebben alles samen meegemaakt, ups en downs, zoals hij zelf ook al zei. En met name heel intensief samengewerkt, drie jaar in het kabinet. En dat daar dan ineens zo, zonder dat je erop kan voorbereiden, een einde aan komt, dat is net alsof je zeg maar, in een raceauto zit en ineens tegen de vangrail aanschiet. Hoe typeert u hem als politicus? Hij is buitengewoon intelligent, snel. Het is iemand die heel gevoelig is ook voor mensen in zijn omgeving, graag ook draagvlak zoekt. Dus het is een bindend leider, zou ik zeggen. Ik heb Wouter natuurlijk drie jaar lang in het kabinet meegemaakt en ik was altijd zeer onder de indruk van zijn gedegenheid, zijn enthousiasme en altijd in control en hij is gewoon zo ontzettend goed. Wouter heeft de laatste drie jaar in het bijzonder drie banen gehad. Ik heb het zelf gezien. Partijleider is in de Partij van de Arbeid, nou is altijd wat. Hij was natuurlijk vicepremier. Dat was in dit kabinet zeker niet inhoudsloos. Dat moest vaak opdraven. En dan minister van Financiën, wat gewoon de zwaarste ministerspost is. Als je dat drie jaar combineert, dan heb je nul leven over. Op dit moment zou het landsbelang niet zwaarder moeten wegen. Ik ben zelf jonge vader. Ik weet wat het is. Ik weet hoe moeilijk dat soort besluiten zijn. En ik respecteer ten volle het besluit wat hij en gisteren ook Camille Eurlings heeft genomen. Er is een ander slag politici aan het bewind die ook rekening houden met hun gezin en hun kinderen. En dat is eigenlijk alleen maar te prijzen. Als ik één overstijgende partijpolitieke opmerking mag maken, is het natuurlijk opvallend dat je ziet dat de vaders nu voor hun gezin kiezen of voor hun aankomend gezin. Wat zal u het meest missen? Nou, kijk, met Wouter is het heel intensief heb ik met hem samengewerkt, lief en leed gedeeld, van elkaar op aankunnen. Dus het vertrouwen wat we in elkaar hadden zal ik het meeste missen.
Ja, meneer Bos, even nieuwsgierig. U geeft een persconferentie en dan zijn daar toevallig allemaal PvdA-prominenten. Hoe kwamen die daar zo toevalligerwijze allemaal terecht? Ik had een uur eerder, om ongeveer 9:15 vanochtend, zoveel mogelijk fractieleden, oud-collega's, allemaal bij elkaar geroepen. Met een volstrekt flauwekul excuus overigens. Ze dachten dat ze voor iets heel anders kwamen. Voor wat dachten ze dat ze kwamen? Nou, we hadden gezegd dat we de campagne gingen evalueren van de gemeenteraadsverkiezingen. En gingen nadenken over de Tweede Kamerverkiezingscampagne. En misschien nog wat workshopjes doen over het nieuwe verkiezingsprogramma. Maar het was de enige manier waarop ik met een leugentje best wel iedereen bij elkaar kon krijgen. Die ik het gewoon zelf wilde vertellen. Waarvan ik niet wilde dat ze het uit de media hoorden. Dus die hebben het toen allemaal van mij gehoord. Die hebben zich, als ik het zo zie, ook nog redelijk gehouden aan mijn verzoek om niet dan meteen te gaan zitten sms'en en twitteren. Ja. Zodat het daarna op de persconferentie ook nog echt door mezelf gebracht kon worden. Maar ik vond wel fijn dat ze er waren. Want ik bedoel, ze zijn verschrikkelijk trouw en loyaal aan mij geweest. Ik voel op mijn slechtste moment natuurlijk ook, heb ik het gevoel alsof ik hen nu in de steek laat. En dan is het fijn als ook op zo'n moment, wat ook voor mij niet makkelijk is, ze er wel zijn om het te ondersteunen. En zo heb ik het in ieder geval ook ervaren. Iedereen was verrast, dus ook blijkbaar uw eigen partijgenoten. Uw meest naaste collega's ook, zo te zien. De reden waarom u weggaat, meer aandacht voor het gezin, wordt door iedereen gerespecteerd. Zijn jonge kinderen en politiek onverenigbaar? Ja, dat is een keuze die iedereen voor zich moet maken. Ik heb 3 jonge kinderen, dat is misschien wel een beetje veel. En ook 3 banen, en dat is misschien ook een beetje veel. Dus ik heb gewoon deze keuze zo gemaakt. Het is ook niet zo dat ik die combinatie niet aan kan. Maar ik heb al 12 jaar in de landelijke politiek achter de rug. Waarvan in ieder geval de laatste 6 jaar ook als vader van nu uiteindelijk 3 kinderen. Dus ik heb ook een redelijk deel gehad aan die uitdaging. Ik heb al moeten inleveren. En op een gegeven moment moet je dan ook durven zeggen, vind ik dat het tijd wordt om die balans in je leven net wat anders te leggen. Maar weet u, ik zal het uiteindelijk ook respecteren als andere mensen die keuzes op een andere manier maken. Nou ja, goed, u begrijpt natuurlijk waarom ik het vraag. Laten we even luisteren naar Camille Eurlings, die gisteren zijn vertrek aankondigde en wat die erover zei. Heb je al contact met Bos gehad? Ik heb met hem sms-verkeer gehad, zowel hij in mijn richting gisteren, waarin hij naar mij toe sms'de dat hij mijn afweging zeer begreep. Ik heb ook een sms van zijn vrouw gehad gisteravond en die heb ik vandaag vanuit mij geretourneerd met min of meer dezelfde bewoordingen. Zijn vrouw sms'de gisteren, wat een goed idee. Nou, zij sms'de dat zij het zeer begreep. Ik heb haar vaker gesproken over de moeilijkheid, of de uitdaging, laat ik het zo zeggen, om zo'n baan te combineren met privéleven. Daar heb ik met haar eerder over gesproken en daarom ook dat ik de afweging van de heer Bos goed kan plaatsen. Was het een thema in de ministerraad? Nee. Nee, maar Camille en ik hebben het wel eens over gehad. En ik bedoel, Camille wil nog aan een gezin beginnen. En die legt zijn prioriteiten ook zo. Ja. Goed, met wat voor gevoel liep u weg uit Nieuwspoort nadat u het aan de openbaarheid had prijsgegeven? Ik had gehoopt op opluchting, maar dat was er nog niet. Nee. Ik vind het tot ook nu nog steeds gewoon een heel moeilijke beslissing, omdat ik echt graag zelf ook wel die uitdaging nog een keer aan had willen gaan. En je op een gegeven moment tot de conclusie moet komen dat je eenmaal niet alles kunt in het leven. En zeker niet tegelijkertijd. En dus moet kiezen. En die keuze heb ik ook vol overtuiging gemaakt. Maar daarmee bleef het nog wel een, ook voor mijzelf, best verdrietige keus. Dus dat heeft ook te maken dat we met die partijen natuurlijk de laatste maanden weer enorm in de lift zitten. Dat er weer zelfvertrouwen is. Dat we denken dat we op 9 juni een prachtig resultaat kunnen boeken. Ja. Dus het is toch een beetje een zicht van de haven dat je zegt, en nu draag ik het toch over aan een ander. Wat was eigenlijk het moment voor u dat u dacht, nu ben ik hier in Den Haag en nou zou ik daar thuis moeten zijn? Nou, die zijn er heel veel geweest de afgelopen jaren. Kijk, een van de meest frustrerende dingen voor gezinsleden van een politicus is dat bijna altijd dat wat de politicus doet belangrijker is dan wat daarmee moet concurreren. Want ik bedoel, tegen landsbelang en verlies je het bijna altijd. Mm. En ja, weet u, dat kunnen soms de balletvoorstellingen van je dochters zijn, bij wijze van spreken, of de oudere avonden op school. Maar het telt maar op en het telt maar op en het telt maar op. Je merkt gewoon dat je kinderen een ontwikkeling doormaken waarvan je maanden later denkt dat je iets nieuws ziet, terwijl het bij spreek al veel eerder heeft plaatsgevonden. En dat zijn dingen die je voor een hele lange tijd kunt volhouden. En daar maakt iedereen ook uiteindelijk zijn eigen beslissing. Maar ik vond het nu gewoon genoeg geweest. En wil daar zelf meer bij kunnen dragen, ook meer van kunnen genieten. Laten we terug gaan naar 2 februari. U vierde de verjaardag van uw dochter. U koos voor het gezin en uw kabinet koos voor een brief aan de NAVO. Klopt dat?
Ik weet niet precies of dat de datum van 2 februari is, maar 4 februari was het, dacht ik, is inderdaad een cruciale avond geweest bij de voorbereiding van het Oeriskan-besluit. Dat ik de verjaardag van mijn dochter wilde voorbereiden. Ja. Toen werd besloten dat de NAVO om een brief te vragen. Het was dat verzoek waar u later boos over was. Als u er wel was geweest, was het kabinet dan misschien niet gevallen? Nee, dat heeft daar echt... ik heb ergens vandaag ook gezegd, ik heb grote verantwoordelijkheden gehad de afgelopen jaar. Ik heb ook geen minuut verzaakt. Ik heb af en toe moeten jong leren met de vele dingen die ik moest doen. Maar ik heb nooit verzaakt, dus dit zou ook niet anders zijn gelopen. Het was niet bedoeld als een vraag naar verzaken, maar gewoon of dat een moment was dat u koos voor uw gezin en eigenlijk achteraf, dus eigenlijk omgekeerd, dacht ik had in Den Haag moeten zijn. Terwijl het vaak zo vaak andersom was. Nee. Weet u, de discussies over het JSF-dossier zaten ook op een gegeven moment muurvast, terwijl mijn jongste kind net geboren was en ik thuis nog een beetje van een vaderschapsverlof probeerde te genieten. Maar daar is het kabinet niet over gekomen. Nee, toen ben ik... Nee, net niet. En mede omdat ik toch uiteindelijk toen maar van huis uit vertrokken ben naar Den Haag om te proberen de boel vlot te trekken. Dus. Dat bedoel ik en dat precies. zijn gewoon moeilijke keuzes die je moet maken en dat heb ik zo goed mogelijk geprobeerd te doen. En dat is volgens mij allemaal redelijk goed gegaan. En op een gegeven moment wil je het anders. Maar er zijn geen grote politieke rampen in Nederland gebeurd de afgelopen jaren, omdat ik opeens thuis wilde zijn. Goed, we praten zo verder. Ja. Bij de andere partijen was men ook verrast dat niet Wouter Bos, maar Job Cohen hun tegenstander wordt in de politieke arena. Job Cohen is toch de exponent van het, het knuffelen van allochtonen, de grootste multiculturalist van Nederland, die liever niet problemen oplost, maar kopjes thee met mensen gaat drinken. Ziet u in Job Cohen een nieuwe premier? Dat bepaalt de kiezer. Ik heb 3 jaar lang uitstekend samengewerkt met Wouter Bos, ook op een basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dus in die zin zal ik hem ook missen in dat debat. Ik respecteer ten volle zijn keuze. Maar ik ken ook de heer Job Cohen als een uitstekend politicus en een man met gezag en wijsheid, waar ik graag ook over onze meningsverschillen het debat over mee aanga. U probeerde al een beetje de campagne een strijd te laten worden tussen u en Bos. Nu met Cohen wordt het nog steeds meer de vraag, u of Cohen? Nou ja, ik denk dat die vraag alleen nog maar prominenter wordt. Want je kan veel van Wouter Bos zeggen, maar hij was toch niet zo'n grote theedrinker en knuffelaar als Job Cohen is. Iedereen kent Nederland ook als Job Cohen die, wat ik al zei, knuffelt, theedrinkt en vooral liever praat dan optreedt. En die verschillen die zijn alleen nog maar groter geworden. Bij Wouter Bos was het zo dat wij heel graag altijd gezocht hebben naar linkse samenwerking. En Wouter Bos hield dat altijd heel erg in het midden. Hij zocht het ook veel vaker naar het midden. Ik ben benieuwd of Job Cohen wel een duidelijke uitspraak durft te doen dat met het oplossen van deze crisis de beste weg over links is. Dus ik daag hem hier toe uit of ik roep hem daartoe op. U zei kort na de kabinetsval, het is ongeloofwaardig om meer met de PvdA te gaan regeren. Is dat nu het probleem opgelost? Nou ja, dat heb ik in de partijpolitieke zin gezegd, hè? En niet hier. Dus u geeft geen antwoord op deze vraag? Zo is dat. Hoe vaak gaat u de komende campagne het woord thee drinken gebruiken? Heel vaak. Nou, dat is even al voorbereid. Ik ga even naar Ferry Mingelen in Den Haag. Ferry, het lijkt wel of Den Haag steeds meer gaat lijken op ik vertrek. Ja, Claire, het is een soort soap en dat is natuurlijk ook een leuk beeld van die mannen die ineens tijd zoeken voor hun kinderen. Het zorgen ervoor of het maken daarvan. Maar het zou me toch niet verbazen als er ook een wat scherper randje aan deze discussie zit. Want het politieke klimaat in Den Haag is de laatste jaren natuurlijk keihard geworden. Veel Kamerdebatten zijn een soort permanente verkiezingscampagne. Bekende politici worden binnen de Kamer, maar ook buiten de Kamer, zelden met rust gelaten. En als het een beetje tegen zit, worden ze ook nog belaagd of zelfs bedreigd. En nou ja, Wilders is dan het meest extreme voorbeeld hoe iemand bedreigd kan worden. En in zo'n klimaat, in zo'n guur klimaat, is het ook moeilijk om jarenlang die inzet voor de politiek, hè, na 12 jaar, 15 jaar, om dat door te zetten. Dus nou, misschien speelt dat ook wel een rol op de achtergrond. Ja. Nou, hoe verdrietig men ook is bij de Partij van de Arbeid over het vertrek van Bos, ze hebben ook laaiend enthousiast gereageerd op de komst van Cohen. Is dat terecht? Nou ja, je kan gewoon zeggen dat binnen de PvdA er geen betere opvolger te vinden was dan Cohen. Dat staat gewoon vast. Maar het is natuurlijk toch een keus met risico's. Want als je het nagaat in de geschiedenis van de PvdA, vanaf Vondeling, Den Uyl, Kok, Bos zelf. De PvdA heeft nog nooit een leider gehad zonder financieel-economische achtergrond. Cohen is de eerste. En dat wordt in een tijd dat financieel-economische problemen, 35 miljard bezuinigen, misschien meer, misschien minder, dat wordt misschien wel het belangrijkste onderwerp op de agenda. En je kan natuurlijk allemaal adviseurs om je heen hebben, maar als je dat niet in je draagt, dan is dat toch
lastig. Vraag is ook, is Cohen een goede debater? Dat was Bos in elk geval wel. Is Cohen dat ook? Is Cohen een man van het scherp op de snede? Nou, als je hem zo ziet, juist niet. Hij heeft juist die uitstraling van een rustige man boven de partijen. Man die de zaak bij elkaar houdt. In het algemeen goed, misschien in een debat wat minder. Maar juist dat de zaak bij elkaar houden, die uitstraling, die maakte natuurlijk ook weer zo geschikt. Burgers zijn misschien ongerust over wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. Zoeken een betrouwbare figuur als premier. En dat zou dan de staatsman Cohen kunnen zijn. En dat is in elk geval het effect waar de PvdA op hoopt. En dat in aanmerking genomen, wat denk je dat de vervanging van Bos door Cohen dan betekent voor de strategie van de overige partijen? Nou, het mooie is bijvoorbeeld dat ik in CDA-kring al hoorde van ja, nou kunnen we al die onderzoeken weer gaan overdoen, want Bos is weg en Cohen, en dat verandert nogal wat. Nou, om te beginnen, CDA, PvdA en PVV die naderen elkaar dicht qua zetelaantal in de peilingen. Zit allemaal zo tussen de 25 en de 30 zetels. Je krijgt om te beginnen een tweestrijd Cohen-Wilders waarschijnlijk. Die dient zich nu al aan. Wilders slijpt de messen al, zet Cohen als een softie, als een theedrinker neer. Terwijl Cohen bijvoorbeeld als staatssecretaris toch verantwoordelijk was voor een hele strikte, strenge nieuwe asielwetgeving. Nou, in die tweestrijd tussen PvdA en de PVV gaat Cohen stemmen wegtrekken bij de SP, bij D66, bij GroenLinks. Want dat zijn mensen die denken, ja, we moeten in elk geval voorkomen dat Wilders wint, dus ze gaan op Cohen stemmen. Dat zou het effect kunnen zijn. Daar hoopt de PvdA natuurlijk op. Ja, en dan het CDA, die al zijn onderzoeken moet overdoen. Ja, die hopen van die tweestrijd dan toch eigenlijk een soort driestrijd te maken. Ergens zou Balkenende als een soort redelijk alternatief zich ertussen moeten wringen. Als de wijze staatsman, de man met ervaring, zeker op financieel-economisch terrein. Het probleem is wel dat Balkenende volgens de eerste peilingen veel minder scoort als het gaat om het vertrouwen wat kiezers hebben in de man die het land moet gaan leiden. Cohen scoort daar veel hoger. Ten slotte, het vertrek van Bos, de komst van Cohen, maakt de samenwerking tussen CDA en PvdA waarschijnlijk een stuk gemakkelijker. Cohen en Balkenende hebben elkaar een aantal keren gesproken als Balkenende op bezoek was in Amsterdam. En dat liep volgens medewerkers liep dat allemaal prima. Dus dat zou dan wat beter kunnen gaan. Maar okay, dat kan pas na de verkiezingen blijken. Dankjewel. Ferry Mingelen vanuit Den Haag. Meneer Bos, het gure klimaat in Den Haag, heeft het ook meegespeeld? Nee. Ik heb alles meegemaakt hoor, wat dat betreft. Van dagen dat je de krant maar liever niet opslaat om te lezen wat er over je geschreven staat. Tot en met beveiliging als het echt guur werd. Maar ik was ook meestal wel op mijn best als ik op die manier uitgedaagd werd en terug moest vechten. En de afgelopen weken tijdens de verkiezingscampagne heb ik het ook wat dat betreft zwaar te verduren gehad. Ook rechtstreeks in debat gestaan tegenover Wilders. Ook de nodige scheldpartijen over me heen gehad. En ik heb teruggevochten en resultaat geboekt. Dus ik gedij juist wel goed in zo'n omgeving. Dat is voor mij geen reden geweest. Nee. Het CDA-partijbestuur bombardeerde Balkenende vlak na de val van het kabinet meteen tot lijsttrekker. Daags na de val van het kabinet zei u: ik moet voorlopig even niet denken aan een coalitie met het CDA. Ik heb mijn bekomst ervan hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Maar u moest er natuurlijk wel aan denken, want uw partijgenoten en medeministers ook, die wilden gewoon dat er wel met het CDA zou worden samengewerkt, al was het maar omdat het land in grote problemen verkeert, al was het maar om het CDA niet in de armen van de PVV te drijven. Heeft het ook niet meegespeeld dat u een beetje Balkenende moe was? Nee. Ik bedoel, je moet als politicus wel groter kunnen zijn dan dat. En geen persoonlijke maar verschillen. Maar niets menselijks is ook de politicus. Nee, en daarom zei ik ook steeds, begin er nu maar even niet over. Want we hebben net een groot conflict gehad en dan moet je niet meteen denken aan hoe je weer met elkaar samenwerkt. Maar ik heb heel bewust het CDA nooit uitgesloten. Er is maar één partij die wordt uitgesloten door de Partij van de Arbeid en dat is de PVV. Nee, ik vraag ook niet of u CDA moe was, ik vraag of u Balkenende moe was. Nou, ik hoefde ze allebei op dat moment even niet te zien. Maar dat is niet onlogisch, denk ik. Maar dat betekent niet dat je elkaar uitsluit voor samenwerking. Alleen, ik vond het ook belangrijk om richting alle PvdA'ers te zeggen: ga je nou de komende weken, maanden nou niet richten op met wie je straks wel of niet gaat regeren. Bouw je eigen verhaal op. Probeer mensen te inspireren op basis van wat je dit land wil bieden. En al die wie-met-wie-spelletjes, het komt allemaal wel, maar niet nu. Goed, nou, u stopt. Wij registreerden wat reacties op uw vertrek.
Wanneer hoorde je het? Vanochtend om 10 uur toen we een extra fractievergadering hadden. Of tenminste met ook de bewindslieden personen erbij. En zoomde er al iets rond? Nee, helemaal niet. En wat gebeurde er vervolgens? Wouter nam het woord en dat was emotioneel. En, Wat versta je daaronder? Laten we zeggen dat ik ook gehuild heb. Nou, ik zal u allemaal missen. Ja, ik weet ook dat hij echt ook vader wil zijn en niet alleen maar de man die het vlees komt snijden één keer in de week. Dus ik had het niet verwacht, maar ik kan het me wel voorstellen. Ik heb wel gezien hoe die natuurlijk voortdurend moest worstelen. Maar ja, je kinderen zijn jarig, dus daar hoor je als vader die middag bij te zijn. En dan is er ook een vergadering in een torentje. En dan wint altijd dat torentje natuurlijk, want dat klinkt altijd net belangrijker. En is het voor het land ook. Maar ja, als je dat blijft doen, dan op een gegeven moment kom je aan die kinderen niet toe. Dus ik heb dat wel gezien, ja. Het Camille Eurlings syndroom. Ja, en ik zei dat al voor de grap, dat als minister van Emancipatiezaken heb ik kennelijk iets goed gedaan. Dat er nu in 1 week Camille Eurlings en Wouter Bos voor zijn gezin kiezen. Heeft u kleine kinderen? Ja. Dus u snapt Eurlings en u snapt Bos? Jazeker. Gaat u ook stoppen? Nee, ik combineer al een poosje 2 fantastische kleine kinderen met een redelijk druk bestaan in Amsterdam. Maar toch, hè, het is een thema aan het worden, politici en een te drukke baan. Nou, het zegt ook wel iets over wat een offer het is, wat onze politici van al die partijen iedere dag brengen. Wouter Bos heeft dat 12 jaar gedaan. De afgelopen jaren zijn tropenjaren geweest. Dus ik vind het heel knap dat hij zo'n besluit kan nemen en dat durft te doen. Hij heeft 12 jaar met echt ziel en zaligheid in de politiek gewerkt. Hij heeft daar heel veel voor opzij gezet. Als je foto's vergelijkt, is zo ongelooflijk snel oud en grijs geworden. Ik bedoel, dat doe je niet als je niet wakker ligt van de toekomst van het land. Ik geloof wel dat we in een tijd leven waarin de politiek met een enorm wispelturige opiniepeilingen. Hè, waar een klein foutje op dag 1 een enorm resultaat kan hebben en een week later is het weer anders. Dat op zo'n moment wat van politici gevraagd wordt wel heel zwaar is. En dat het wel, als je en bestuurlijk en politiek en leiderschap en een gezin moet onderhouden, dat misschien ook nog wel moeilijker is dan vroeger. En daarnaast leven we ook in een andere samenleving. En ik heb respect voor die keuzes. En eigenlijk heeft Job Cohen ook gezegd vandaag, ik heb dat soort type keuzes vroeger ook gemaakt, maar ik ben nu in een andere fase. Ik heb natuurlijk duidelijk een aantal stevige politieke conflicten met Wouter gehad. Maar hij heeft natuurlijk ook absoluut grote kwaliteiten gehad. Als je kijkt hoe hij die hele financieel-economische crisis heeft aangepakt. Ik denk dat dat buiten kijf staat, dat hij dat heel erg goed heeft gedaan. Ja, als partijleider vond ik dat hij gewoon een te, ja, ik zal maar zeggen, zwabberend beleid had. Ja, ik denk dat Cohen gewoon toch meer ervaring heeft. Daar zou u geen mot mee krijgen? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit ook met Cohen gewerkt. Maar als ik in ieder geval kijk naar zijn inhoudelijke opvattingen, bijvoorbeeld over integratie, dan is denk ik zonneklaar voor ieder dat Cohen en ik daar dichter bij elkaar liggen dan ik met Wouter. Ik had vertrouwen in Bos als leider ook op weg naar de komende verkiezingen. Bepaald. Zeker na datgene wat er zo gebeurd is de afgelopen paar weken. Dat gezegd zijnde, Cohen is naar mijn mening de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. Ja, ik wil even terugkijken met u. Tijdens de kabinetsformatie in 2007 werd u gevolgd door het programma Tegenlicht. De Woutertapes zijn daaruit voortgekomen. Hey, ja. Nee, maar op een gegeven moment zit u daar met een dictafoontje. En dan spreekt u aan het eind van die film het volgende in. Geen premier, wel vicepremier geworden. En de vraag waar ik misschien wel nooit een antwoord op zal kunnen geven, maar een gevoel wat me wel bekruipt, is dat dat misschien leuker is en ik gelukkiger word in deze rol. Bent u er gelukkiger van geworden? Ik denk, dat heb ik de afgelopen jaren natuurlijk niet kunnen zeggen, dat ik die opmerking aan het eind van de Woutertapes ook maakte, omdat ik toen al wist dat het wel eens mijn laatste verkiezingscampagne zou kunnen zijn geweest. Toen al? In 2007? Ja, toen ik opging voor de Tweede Kamerverkiezing in 2006... Was ik me er al van bewust dat ik niet zeker wist of ik, als het zou mislukken, En ik niet premier zou worden, of ik het dan nog een keer zou doen. Daarom ben ik ook al in januari 2007, maar een paar maanden na die verkiezingen, begonnen met gesprekken met Job Cohen om hem te vragen of hij, als ik er op enig moment mee zou ophouden,
mij zou willen opvolgen. Dus ik heb gewoon die worsteling, als je het zo wil noemen, heel lang gehad over wat je nou belangrijker vindt en hoe je je prioriteiten stelt. En daar klonk denk ik ook in dat citaat al iets van door. Ja, maar dat betekent dus inderdaad dat u toen al 3 jaar geleden eigenlijk gewoon rekening mee hield, ja, dat u ophield. Dat u dat thuis waarschijnlijk beloofd had ook. Dus Dat heeft ook iets te maken met het feit dat als je echt gaat voor het lijsttrekkerschap van zo'n grote partij als de Partij van de Arbeid, en je dus rekening moet houden met het feit dat je premier kan worden, dan moet je dat ook niet voor 1 of 2 jaar willen doen. En ook zelfs niet voor 4. Ik denk dat je dan in principe bereid moet zijn om dat echt voor minstens 8 jaar te doen. En dat maakt het steeds wel ook een kanjer van een commitment als je het aangaat. En in mijn concrete geval vandaag de dag zou dat gewoon betekenen dat ik, de dag dat ik eraan zou beginnen is mijn kind 6 en de dag dat ik ermee ophoud is het 14. En alles wat er tussenin is gebeurd heb ik niet meegemaakt. Ja. En dat is het me niet waard. Ja. Nou, dat soort afwegingen heb ik de laatste jaren constant gemaakt. En dat is de reden dat ik natuurlijk niet pas een paar weken geleden ben gaan praten met Job, maar al veel langer. Maar u hebt wel vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de hele boel op stelte gezet. Hè? Door het kabinet te laten vallen, in een crisistijd, Nederland in het buitenland geblameerd volgens sommigen. En dat allemaal omdat u het blijkbaar niet meer leuk vond en u eigenlijk al had voorgenomen om er... Nee. Ik bedoel, het kabinet is gevallen omdat we het niet eens werden over Uruzgan en Afghanistan. Het kabinet is niet gevallen omdat ik meer tijd aan mijn kinderen wilde besteden. Nee. Bent u niet bang dat die indruk nu zeker achteraf... Nee, wel u bent de eerste die er vandaag over begint. Dus en ik ben daar bepaald ontkend, niet bang voor. Dus dat gaat volstrekt. Okay. Nee. Goed, maar vervolgens hebben we de nederlaag zien vieren als een overwinning tegen het decor van posters, grote posters, waar uw kabinetsleden op stonden, maar ook uzelf. U hebt uw bekendheid gebruikt om de raadsleden te steunen in de gemeenteraadsverkiezingen. U hebt de kiezer verleid met, wat ik maar even zal zeggen, het boseffect. Terwijl u al besloten had om ermee te stoppen. Is dat niet een beetje kiezersbedrog dan? Nou, het is wel een afweging die ik heb moeten maken over wanneer ik het bekend zou maken. Ik was juist erg bang dat als ik nog voor de gemeenteraadsverkiezingen zou zeggen dat ik ermee stop, dat dat ook gezien zou worden als een soort laatste truc om die gemeenteraadsverkiezingen te beïnvloeden met weer eigenlijk een nationaal issue wat er niet toe doet op gemeentelijk niveau. Dus ik heb er heel bewust voor gekozen om die gemeenteraadsverkiezingen daar niet mee te belasten. Niet wetend ook of het positief of negatief uit zou pakken. Nee, maar goed, achteraf gekeken zie je dus dat u inderdaad de kiezers hebt proberen te verleiden met een soort van belofte, of in elk geval de schijn van een belofte. Namelijk uw kop groot op een verkiezingsposter. Nee, u wist dat dat dus niet meer zou spelen bij de landelijke verkiezingen ook. Die posters die hingen al voor de kabinetscrisis. We hebben daar heel bewust voor gekozen om in de gemeenteraadsverkiezingen ook te laten zien dat ook landelijke PvdA-politici verantwoordelijkheid nemen en goede dingen maar proberen dus te doen. Maar u dus niet meer. En ik zelf ook. Dat is al die tijd zo geweest. Toen viel het kabinet. Toen hebben we die posters inderdaad niet weggehaald. Die hebben we laten hangen. We zijn doorgegaan met campagne voeren. Maar tot op de avond van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen wist ik niet hoe het uit zou pakken. Ik bedoel, wij waren zelf die avond, we hadden er misschien op gehoopt, maar we wisten het niet. We waren blij verrast dat er opeens een enorme kentering was gekomen, toch in het vertrouwen in de Partij van de Arbeid, dat de dalende trend was gestopt. Ja. En dat we opeens gewoon weer bij de kopgroepen hoorden. Dat wil zeggen de virtueel dalende trend van de peilingen. Waarvan andere politici altijd zeggen dat ze er geen aandacht. Nee, maar je merkt dat tijdens zo'n campagne ook in het land. En wij merken dat nu ook. Ik bedoel, er gaan weer mensen voor onze straat op. En de mensen doen dat weer met zelfvertrouwen. En die weten weer waarvoor ze het doen. Okay. En er wordt weer naar geluisterd. Goed. Nou, Job Cohen wordt hoogstwaarschijnlijk uw opvolger. Kijkt u even mee. Ik treed vandaag terug als burgemeester van Amsterdam. Het dagelijkse contact met al die Amsterdammers die van de stad een feest maken, die zal ik vooral missen. En tegen hen zeg ik, ik ben geboren in Haarlem, ik heb gestudeerd in Groningen, ik heb gewerkt in Leiden, Maastricht en Den Haag. Maar de afgelopen jaren ben ik Amsterdammer geworden en ik zal dat mijn hele leven blijven. Als iedereen een beetje naar achteren wil gaan. Ik ben in deze stad geboren en getogen, bijna altijd gewoond en het is gewoon een stuk beter dan 10 jaar geleden. Maar het is veiliger, het is schoner, het is leefbaarder. Als burgemeester van Amsterdam heb ik mij intensief bezig gehouden met onderwerpen als erbij horen en meedoen. Je thuis voelen en je hier thuis blijven voelen. Aarden in ons land. Het is volgens mij wel altijd zo dat de burgemeester van Amsterdam hoge populariteitscijfers heeft, maar voor Cohen gold dat zeker.
vrij recent was er nog een onderzoek waar het bleek dat een enorm grote meerderheid wel een aanhanger is van Kanye. Hij is een ervaren en gedegen en goed bestuurder. Maar lijsttrekker zijn, dat is ook de beheersing hebben over het betere gooit- en smijtwerk. En dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft nog nooit gevochten voor een plek op een lijst, laat staan een lijst aangevoerd. Hij is altijd gevraagd voor functies. Dus dat is echt een hele interessante vraag of hij dat kan. De boel bij elkaar houden, dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen die we zullen moeten doen. Ik zei het al, het gaat erom dat we een gedeelde toekomst met elkaar hebben. En dat is in de afgelopen tijden dat niet makkelijker op geworden. Ik denk dat heel veel Nederlanders snakken naar een ander type van leiderschap. Naar het einde aan het modder gooien. En daar hunkeren denk ik ook een heleboel Nederlanders vaak. Maar dat zullen we moeten zien. Laten we de boel nou alsjeblieft bij elkaar houden. Ik heb telkens nieuwe middelen ingezet. Van preventief fouilleren tot cameratoezicht. Van het bedenken en inzetten van straatcoaches tot het substantieel terugbrengen van criminele en overlastgevende jeugdgroepen. Van het terugdringen van drugsoverlast tot een aanval op huiselijk geweld. Wat je hier ziet is dat Job Cohen zijn rol verwisselt van burgemeesterschap naar lijsttrekkerschap. Hij richt zich niet langer op Amsterdam, waar hij na heel veel jaren nadenken en praten met mensen preventief fouilleren en cameratoezicht heeft ingevoerd. Hij richt zich nu nadrukkelijk op Nederland en dan weet hij dat veiligheid een issue is dat heel erg belangrijk is en waar hij hardere, stevige taal moet uitslaan dan hij in Amsterdam moet doen, waar die toon niet zo wordt gewaardeerd. En landelijk heb je dat nodig. Ik heb gezien hoezeer mensen elkaar soms niet meer verstaan. Wanneer er geen bereidheid is om gezamenlijk te werken aan een gedeelde toekomst. Wat het betekent als er haat ontstaat. Bijvoorbeeld in de periode na de moord op Theo van Gogh. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam. Symbool van onze vrijheid. Cohen is of was een populaire burgemeester, maar het was niet echt een vriend van Theo van Gogh. Nee, het waren geen warme vrienden. Nee. En wat was de belangrijkste klacht van Theo tegen Cohen? Nou, hij was natuurlijk het tegendeel van de boel bij elkaar houden en van de thee drinken. En dat verweet hij Cohen ook. Luister, ik heb dat al eens een keer eerder heb ik dat gezegd. Thee is thee. En dat is en thee is verrukkelijk en koffie is ook ontzettend lekker. Ja, het thee-imago, dat is tijdens de persconferentie werd dat ook weer gevraagd. Ik bedoel, eigenlijk neemt niemand dat nog serieus. Nogmaals, hij heeft deze stad met allerlei middelen, maar ook repressie en dan ook misschien een keer thee drinken met een imaan, heeft hij die stad heel mooi bij elkaar gehouden. We zullen hier uitkomen met een goed gesprek en een kopje thee. Nee! Hier, pak aan! Wat Wilders doet, namelijk de Partij van Arbeid zoeken. Zo zoekt Job Cohen namens de Partij van Arbeid Geert Wilders. Ze houden elkaar vast in een soort dans zoals Pechtold dat de afgelopen jaren met Wilders heeft gedaan. Het wordt echt een tweestrijd tussen Cohen en Wilders. Dat is de keuze die het Nederlands volk wordt voorgelegd. En daarmee verbleken Balkenende, maar ook Pechtold, Halsema en Rutte volledig. Dat is wat deze mannen nu al hebben bereikt. En dat zal denk ik de komende maanden zo doorgaan. Ja, bent u niet bang dat dat thee drinken, dat in de beeldvorming net zo'n rol gaat spelen als het draaien bij u? Nee, ik ben het wel eens met wat Ista daar zegt. Ik denk, niemand neemt dat verwijt meer serieus. Als je dan kijkt wat Job Cohen de afgelopen jaren in Amsterdam gedaan heeft, met name op het gebied van veiligheid, dan was het verwijt eerder dat hij te hard ingreep en te streng was, dan dat hij te soft zou zijn geweest. Okay. Dus daar heeft hij gewoon prestaties die voor zich spreken. Maar thee drinken verwijst natuurlijk ook naar integratie, het boel bij elkaar houden. Dat wordt ook blijkbaar een van zijn kernthema's als je hem zo beluistert. Denkt u dat trouwens ook, dat een van de kernthema's wordt voor Job Cohen? Nou, het is een kernthema wat hem bezighoudt, wat mij ook bezighoudt. Maar als je kijkt naar zijn verhaal dat hij vandaag gehouden heeft, gaat het maar in heel beperkte mate over integratie. Het gaat minstens zozeer over kwaliteit van onderwijs, over zorg voor oudere mensen, heel veel over veiligheid op straat. Dus dat ben ik ook niet helemaal eens met de analyse die net in beeld gemaakt werd. Ik vind het juist heel knap dat Job vandaag
zich eigenlijk weinig gelegen heeft laten liggen aan Wilders en wat Wilders allemaal uitkraamt, maar vooral zijn eigen verhaal gehouden heeft over Nederland. En dat willen mensen ook zien. Die willen helemaal niet dat Job Cohen zich op hetzelfde niveau als Geert Wilders gaat begeven en een beetje gaat zitten terugschelden. Eindelijk een politicus die erboven staat en gewoon vertelt wat hij wil met Nederland. Zelf zei u, deze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan een leiderschap dat verbindend werkt. Ja. Was uw leiderschap minder bindend? We zullen dat nooit weten. Wat vind je daar zelf over? Want dat... Nou, ik ben niet voor niets, al in mijn boekje dat ik in 2006 of 2005 schreef, ben ik begonnen over bindend leiderschap. Omdat ik denk dat het heel erg belangrijk is als je zulke grote uitdagingen voor de kiezer krijgt als wij de komende jaren krijgen, dat je zorgt dat je land niet uiteenvalt in winnaars en verliezers. Of mensen die wel mee mogen doen en niet mee mogen doen. Dat kunnen we ons ook niet veroorloven. We hebben iedereen nodig. Maar was u de bindende leider? Dat zullen we nooit weten. Maar ik weet wel dat Job Cohen, wat mij betreft, echt de best mogelijke leider is voor Nederland in de komende jaren. Juist om inderdaad tegenstellingen te overbruggen en de kracht van alles wat we samen met elkaar kunnen bereiken, om die kracht uit te buiten. Gaat u nog campagne voeren voor de Partij van de Arbeid? Ik zal alles doen wat Job wil dat ik voor hem doe om die overwinning op 9 juni te boeken. En anderszins actief worden voor de partij? Nou, er moet een programma geschreven worden. Ja, dat zal de komende weken mijn prioriteit zijn. Het programma schrijven, een goede kandidatenlijst. Een beetje meedenken met van alles. En het zal allemaal wat meer op de achtergrond zijn en wat minder op de voorgrond. Dank. Oké. Nova vroeg Sinoveed een steekproef te doen naar de populariteit van Job Cohen als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Is Cohen geschikt als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid? Geschikt tot zeer geschikt, zegt 66% van de ondervraagden. Haalt de PvdA met Cohen meer zetels dan met Bos? Minder zetels, denkt 23%. Meer zetels, denkt 35%. Is Cohen beter dan Bos in het debat met Geert Wilders? Minder goed, denkt 14%. Beter, denkt 31%. En tenslotte maakt de PvdA met Job Cohen meer kans om te regeren met het CDA. Minder kans, zegt 14%. Meer kans, zegt 23%. We zullen zien. En dan morgen in Nova.